ben Romelu Lukaku, ik ben 21 jaar en ik ben een speler van Chelsea. Mijn vader was prof, dus we hebben een beetje overal in België gewoond. Mijn broer en ik waren heel klein, dus in het begin was dat gewoon gemakkelijk, omdat we dan niet in de kleuterschool zaten. In de kleuterschool speelt je alleen maar. Maar toen ik naar het lagere ging, was dat wel moeilijker, ja. Daar ben ik in Windhoek terechtgekomen toen ik, wat was ik, 8 of 9? Dan was het, kom je in een dorp terecht en ja. En daar was ik helemaal niet tevreden mee. Helemaal niet. Maar dan had je Marina. Marina is de moeder van mijn beste vriend. Met Marina kan ik altijd wel spreken. Ze had eigenlijk zo de rol van de moeder of zo. En had een rapport controleren en zo. Ik zal niet veel doen voor andere mensen, behalve mijn ouders, maar... Voor haar zou ik wel veel doen. De reden waarom ik zo open ben, is gewoon door Marina. Die heeft mij wel ferm geholpen tot de persoon die ik nu ben. Waarom zit jij boos? Boos? Ik zeg, ik ben altijd mijn stoel, hè. Nee. Zo? Zo van nu. Ja, goed. Wat, stressje? Rustig. Maar ik ben blij dat ik u zie. Ik hoop zo. Daarom dat ik hier ben. Dus ja, ik wil u bedanken voor alle hulp en alle steun gedurende jaren. Ja, toen wij Wintam aankwamen, wisten we eigenlijk niet met wie dat we moesten spreken. En dan ja, kwam jij en de rest van je familie en zo. En daar, tot de dag van vandaag zijn we daar nog super dankbaar voor. Dat ik Romelu ken, is eigenlijk als een heel open, een warm, een gewoon persoon. Ja. Ja. Geen dikke nek, zoals er veel zeggen. Heel gewoon. Zij weet het. Zij weet het. Je komt binnen, je knuffelt ons allemaal en hoe is het? En we gaan in de zetel zitten en het is gelijk als thuis. Hij komt langs de garage, dus hij is thuis bij ons. De garage, ik mag dat. De mensen mogen dat niet, maar ik mag dat wel. Mijn hoofd, dat was een ravage, want die shotte gewoon alles kapot. Het was constant voetbal, voetbal, voetbal. Ik heb er geen spijt van, want zonder die tuin had ik waarschijnlijk... had ik waarschijnlijk die trap niet die ik vandaag heb... Die actie in 1-1, die drang om te winnen. Zonder die tuin had ik dat allemaal niet. Voor mij was Romelu een deel van mijn gezin. Nog altijd. Ook al komt hem niet altijd, maar hij blijft een deel van mijn gezin. En diegenen die kritiek hebben op hem, hebben kritiek op mij. En dan ga ik vooral door een vuur. Ik denk dat niet veel mensen zo'n een band hebben zoals wij hebben. Het is mijn zoon, hè, dus ik ben er ook wel trots op. Tuurlijk wel. In de afgelopen jaren, van toen ik zo groot was tot nu. En omdat ik nu naar Brazilië ga en jij niet mee kunt, wil ik dat jij mijn truitje tekent, zodat ik dat kan aandoen voor de eerste wedstrijd. Maar ik wil even iets zeggen. Als dat moet lukken, kan ik verlof krijgen naar Brazilië te gaan. Ja, dat is ook goed. Geen probleem. En dan regelen we dat dan. Hè. Maar ik wil dat jij mijn truitje tekent, zodat ik dat kan meepakken en kan aandoen voor de eerste wedstrijd in Brazilië. Graag gedaan. Dank u. Goed gedaan. Mooi. Niet winnen. Nee.